omgaat is dat het uh, belangrijk is uh, voor, uh, voor homo-emancipatie, maar het belangrijk voor is, is voor gelijkberechtiging. Misschien moeten we het eerst even hebben over de term Ho homo-huwelijk. Vertel, <laughs> uh, want het allitereert natuurlijk heerlijk, maar uh, eigenlijk is het een, een beetje een problematische term. Martijn Kampors, chef-redactie van Wink Magazine... het uh, grootste queer platform en magazine van Nederland en zelfs België, denk ik. Jullie ja. Ja. gaan wel over de grens. Ja, ja precies. Um, Vooral Nederland. Je hebt door de jaren heen steeds bijgehouden... hoeveel landen het vermeende homohuwelijk uh, hebben. Hoeveel landen zijn het op dit moment? Misschien moeten we het eerst even hebben over de term homohuwelijk. homohuwelijk. <laughs> Vertel. <laughs> uh, want het allitereert natuurlijk heerlijk, maar uh, eigenlijk... ...is het een, een beetje een problematische term, denk Waarom? ik. Waarom? Op, op, om drie redenen. Um, ten eerste bestaat het niet, een homohuwelijk. Het is een huwelijk. Mm -hmm. En het is het altijd geweest. Dus het is een openstelling van het burgerlijk huwelijk. Uh, dus in feite... Precies, het huwelijk dat altijd al heeft bestaan. Ja, dus twee... zoals liefde is liefde, love is love, huwelijk is huwelijk. Huwelijk is huwelijk. Precies ja, dus dat. Laat het gewoon een beetje bij zijn naam. noemen. Um, vooral roept het ook verwachtingen op, denk ik. Dus uh, twee, als ja. twee mannen bijvoorbeeld met elkaar trouwen, dan uh, hoor je vaak: uh, oh, spannend, ik ben nog nooit naar een homohuwelijk geweest. En dan heb ik me altijd zo'n voorstelling dat mensen denken: hier zijn minimaal. 15 witte zwanen, 30 drag queens, een optreden van Anita Meijer, Karin Bloemen uh, <laughs> of uh, Willeke Alberti. Nou, daar willen nou, we allemaal heen hoor. <laughs> dus die verwachtingen kun je helemaal niet altijd waarmaken. Ja. Um, maar zo'n heel een idee van een heel over de top extravaganza, alsof het inderdaad musical is dan gewoon een huwelijksviering. Ja, dat je binnenkomt op de noten van Liza Minnelli en <güls> euh, weet ik het allemaal wat. Um, en uh, het klopt ook zelfs niet helemaal, want wanneer Drie, twee yeah. mannen met elkaar trouwen, bijvoorbeeld, uh, yeah. dan zijn die niet per se gay. Misschien is eentje wel bi of misschien zijn ze allebei wel bi. Ja, yeah, dus, ja, precies. Uh, of één uh, is, is trans en die zit zichzelf als panseksueel en de ander is panseksueel. Ja, het gaat echt even uh, ja. om de seksuele oriëntatie. Ja. Inderdaad, ja. die is natuurlijk niet per se uitsluitend nee. gay inderdaad. Um, dus ja, en daarbij worden maar... worden dan ook buiten gesloten in zo'n term. Dat het is natuurlijk een vrij ja. uh, homo. Dan moet je toch denken aan twee homoseksuele mannen die als ja. zodanig dan met elkaar dat huwelijksbootje in zouden ja. stappen. En toch het. Ik snap het wel. Ja. Want uh, je je wilt ook, als je gaat googelen en je wilt weten in welke landen kun je trouwen. Uh, Waar we het net over hadden. Precies. Precies, ja. Dan moet je daar toch een term aan hangen. Dus we zouden misschien met z'n allen een beetje moeten kijken naar een, een andere term daarvoor. En daar zijn wij als medium ook constant mm. naar aan het uh, zoeken. Dus we spreken over opengesteld huwelijk of huwelijk voor paren van gelijke geslacht. Maar dat is eigenlijk ook alweer een vrij beperkende term inderdaad. Want stel nou dat iemand non-binair non is, 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 helemaal ja. geen sprake van gelijk geslacht. Dus je zou kunnen zeggen opengesteld huwelijk of je zou kunnen zeggen huwelijksgelijkheid. Oké, okay, want... Ik zat natuurlijk net expres even te, al met die quotation marks bij homohuwelijk, omdat ik weet hoe problematisch die term is. Maar als ik deze vraag gewoon makkelijk wil stellen: in hoeveel landen kunnen. Twee queer mensen trouwen, zou ik het dan zo moeten zeggen? Ja. Wat is de titel van het stuk dat jullie online hebben, waarbij jullie iedere keer updaten? Nou, uh, ik zit er nu aan te denken om die weer op te, uh, aan te passen. Die is nu: in welke landen kun je als homo trouwen? Hmm. En dan homo in de brede zin van uh, uh, of dat nou om een vrouw of een man gaat. Uh, dat is altijd een beetje de titel van het artikel geweest, ook zodat mensen er überhaupt. Op uitkomen. Um, omdat dat gewoon een standaard Google-vraag is die mensen stellen. Exact, maar is, ja, het is niet echt heel inclusief die Exact. Titel. Dus in het artikel zijn we inclusiever dan de titel van het artikel eigenlijk is. Want het is een online artikel waar steeds nieuwe landen bij komen ja. die uh, het ook opgesteld hebben. Het is uh, vergelijkbaar misschien met hoe 113 nog steeds spreekt over zelfmoordpreventie in plaats van zelfdodingspreventie. Omdat mensen nu eenmaal zoeken en googelen op die term. Dus het is ja. een beetje een balans houden tussen hoe uh, leid je de mensen op, maar verlies je ze niet helemaal door... Um, uh, niet de termen te gebruiken waar ze op zoeken, inderdaad. Maar goed, uh, je zou kunnen zeggen opengesteld huwelijk. Mm. Uh, in welke, welke landen hebben we het huwelijk opengesteld? Dat zijn er nu wereldwijd 28 op het moment dat we hier zitten. Um, en dan is er één, Mexico, die wij niet onder dat rijtje scharen als media... omdat je daar alleen in bepaalde deelstaten kunt trouwen. Dus niet in het volledige land. En kan je in de VS nu wel overal trouwen? Zover ik weet wel, ja. Ja, Hoewel het telkens weer wordt aangevochten uh, en tegengewerkt. Nee, je kunt overal vertrouwen. De vraag is: mag, mag een trouwambtenaar uh, weigeren om jou te mm. trouwen? Geloof ik. Dat is in sommige staten misschien wel toegestaan. Mag in Nederland een trouwambtenaar nog steeds weigeren? Niet meer. Niet meer. Nee, nee. Het kan zijn dat er nog een, een actieve weigerambtenaar is. Maar er mogen geen nieuwe weigerambtenaren, zoals ze we die dan noemen, worden aangesteld. Dus mm. wanneer je nu uh, trouwambtenaar wordt, dan uh, is het niet aan jou om te bepalen uh, wie, je, wie je trouwt. Je hebt het gewoon te doen. Nederland was natuurlijk het eerste land waar het huwelijk werd opengesteld. Uh, volgend jaar, precies 20 jaar geleden twee, 2001 konden de eerste homoseksuele koppels uh, trouwen. Ja. Um, daar was toen een hele hoop diplomatieke commotie over. Uh, Frankrijk heeft zelfs Nederland op het matje geroepen, de, de ambassadeur. Uh, het was echt een, een hele grote rel. Nu zijn we 20 jaar verder. Je kan zeggen 28 landen nu in totaal. Dat is best wel veel. Maar op de totale wereld is dat eigenlijk een heel gering aantal. En waarschijnlijk ook nog eens heel erg. Geografisch gelokkeerd in bepaalde streken. Klopt dat? Dat valt wel mee. Oh. Ja, maar we hebben nog wel 168 landen te gaan. <laughs> dat is een hele hoop. Ja. Ja, nog een hele hoop. Um, nee, wij hebben een letterlijke. Ken je die Scratch Maps? Waar je een land op kunt wegkrassen Ja, kan waar echt wel. Ja. Wij hebben een van die Scratch map op, op kantoor hangen. Waar we altijd inderdaad de landen openkrassen. Waar het huwelijk is opengesteld. Oh, dat dat is een heugelijk momentje. Het is een heel leuk moment. Inderdaad, ik filmen me altijd eventjes. Wanneer we zo'n land weer kunnen afkrassen. Ja. En dat gebeurt gelukkig echt. Nou, bijna ieder jaar, soms een beetje om de twee jaar. Dus ja. vorig jaar bijvoorbeeld is uh, Taiwan daarbij gekomen als eerste Aziatische land. Wat echt wel uh, een mijlpaal was. Daar ging ook best wel een traject natuurlijk aan vooraf. Uh, dit jaar Costa Rica nog, heel, mm. heel recent. En misschien later dit jaar, maar dat valt te bezien, uh, Zwitserland. Um, daar loopt het eigenlijk al heel lang en is het ook al heel ver. Alleen is het een hele trage legislatieve besluitvorming. Dus uh, dat is al vijf jaar eigenlijk. Want het is vaak een grondwettelijke herziening ja. zelfs. Ja. Vijf jaar lang, geloof ik, is iedereen in Zwitserland al mee eens. Maar uh, de kogel is nog niet door de, door de spreekwoordelijke kerk ja. in dit geval. Um, in Japan beginnen ook de eerste partijen zich uit te spreken. Oh, voor een openstelling van het huwelijk. Dus dat is natuurlijk supergoed. Um, en Chili is ook best wel ver. Tsjechië hadden we eigenlijk verwacht dat je daar nu kon trouwen, maar daar zit uh, het wetsvoorstel dat er ligt en waar ook een tweederde meerderheid geloof ik van is onder de bevolking van Tsjechië. Um, dat zit Volgens de peilingen de dan? Volgens peilingen, ja. 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 Je merkt dat uh, landen dit uh, heel erg gebruiken. Als een soort wapen. Hè? Aan de ene kant laat zien, kijk hoe vooruitstrevend de progressief zijn. En kijk hoe wij de mensenrechten hoog in het vaandel hebben. Of aan de andere kant, kijk hoe verwerpelijk die westerse landen of die landen ons dit proberen uh, op te dringen. En wij moeten de mm, Russische zeden of de Egyptische waarden of de Iraanse uh, cultuur bewaken tegen dit externe importproduct van een homohuwelijk, zoals het dan uh, wordt gezien. Uh, en het wordt ook vaak gezien als een grote gevaar voor de samenleving. Uh, het gezin als hoeksteen van de samenleving enzovoort enzoverder. Dat, dat, hoe, hoe zie jij dat? Dat gebruik van het opgestelde huwelijk als een soort politiek wapen... door allerlei mensen die zelf niet queer zijn. Of het nou is om zichzelf op te hemelen of uh, als diplomatieke uh, koehandelmiddel. Ja, moet je kritisch op zijn inderdaad. En vaak uh, loont het de moeite om mm. even te kijken naar de geschiedenis van zo'n partij inderdaad. Of zo'n instantie die zegt heel erg voor te zijn, maar voorheen zich heel erg tegen verzetten. Mm. Waarbij altijd ruimte moet zijn voor voortschrijdend inzicht natuurlijk. Maar, ja, maar het geheugen <laughs> raakt soms wel kort. Um, ja, je, je ziet dat zie je nog steeds. Dat zie je ook heel erg bij, bij adoptierecht bijvoorbeeld. Want dat is in heel weinig landen is dat uh, toegestaan om als uh, same-sex koppel te adopteren. Heel lang waren dat geloof ik maar drie of vier landen, waaronder ook Nederland, mm. België, Spanje en Zuid-Afrika. Mm. Zuid-Afrika was overigens ook een van de eerste landen waar je die kan openstelden. Ja. Dus da daarom zeg ik, die spreiding is toch groter dan je zou verwachten, inderdaad. Het is niet allemaal Europa. Um, uh, en, en daar dat zit heel erg, dat gaat heel traag. Dat zit er erg op slot. Ja, nou, ik heb het vraag over dat wapen, want ik vind het zelf soms problematisch dat Nederland heel erg, hè, het, vooral het feit dat zij als eerste dan het huwelijk zouden hebben opengesteld als paradepaardje, letterlijk, mm -hmm. uh, gebruiken internationaal. Maar ondertussen loopt Nederland steeds verder achter als het gaat om de snelheid van de LGBTQ-emancipatie hier en de wetgeving. Ja. Er zijn heel veel landen die nu qua de rest van de wetgeving uh, veel verder zijn. Heet dit ja. de wet van de remmende voorsprong? Van je was ooit het eerste met iets en dan denk je, nu zijn we er. Uh, terwijl een land als Malta in één keer een heel pakket aanneemt. dat meteen ook voor transpersonen en voor interseksen meteen ook een grote vooruitgang is. Ik denk dat er zeker sprake is van de wet van de remmende voorsprong. En Malta is echt een uitstekend voorbeeld. Mm. Uh, want daar is het huwelijk pas in 2017 opengesteld. Mm. Uh, maar die staan al een aantal jaar op plek 1 in de Rainbow Europe Index. Het is een, een soort benchmark eigenlijk van ILGA. de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex uh, Association. Mm. Het is eigenlijk een soort... Uh, Koepenorganisatie. Een, een soort COC, maar dan uh, voor heel Europa. En dat komt omdat zij inderdaad ook de rechten voor transpersonen en intersekspersonen. onder andere veel beter geregeld hebben. Uh, maar ook denk aan een verbod op conversietherapie, mm. waarmee je dan kunt genezen. Ja, genezen. Zo homogenetisch zijn. of ja. van je uh, transgender zijn. Um, dat is in Nederland niet verboden. Dat is niet wettelijk verboden. Nee, er is net weer bekendgemaakt dat er 15 instanties losse psychologen zijn die nog steeds die therapieën uitoefenen. Met alle gevolgen van dien, inderdaad. En een van onze grootste problemen, waar we echt op achterlopen, is een gebrek aan beleid. Uh, en wettelijk uh, verbod zeg maar, op hate crimes en hate speech... wanneer het aankomt op genderidentiteit uh, of seksuele oriëntatie. Mm. Dus er zijn niet speciale discriminatieregisseurs. Er is uh, weinig uh, toepassing van echt een, een zwaardere straf... als er een, uh, een discriminatoire uh, delict is, zeg maar. Ja, ja, als je uitgescholden wordt op staat voor, uh, voor homo, dan kan je naar Daar de politie goed. gaan en dan zeggen ze... ja, sorry, homo is nu eenmaal het meest gebruikte scheldwoord in Nederland, ja. punt. Ik geloof dat er, ik heb ergens uh, gelezen dat er 1500 uh, meldingen ongeveer per jaar zijn. Waarvan er ongeveer zeven leiden tot een veroordeling. Mm. Dat en dat is nog weinig melding eigenlijk? Had. Want ik denk dat jij en ik allebei wel eigenlijk incidenten kennen die we hadden kunnen melden. maar je denkt, wat, is de, wat, is het, wat heeft het voor nut? Precies, ja. die we zelf hebben meegemaakt, waarvan ja. je dan denkt, poeh. Ja. Heb ik zin in die hele rompslomp, die wettelijke rompslomp? En ho ho hoe groot is de kans van slagen? Inderdaad. Maar kijk, dus Matten is dan veel later gekomen met uh, een opengesteld huwelijk, maar komt dan in één keer met een heel pakket aan allemaal wetten en regels die het in één keer op de nummer 1 zetten van die International Rainbow ranking in, of de Europese Rainbow Ranking. Uh, wat is dat toch in Nederland? Dat we dan zo'n stap zetten, maar vervolgens over iedere andere stap zo lang moeten soebatten. Want bijvoorbeeld, er is uh, vorig jaar ook weer gedebatteerd om toch die homoconversietherapie. Uh, te verbieden en dat gebeurt dan niet. Ja, dat is dat terwijl we tegelijk internationaal en in ons buitenlands beleid zelfs oproepen en claimen eh, LGBTQ-emancipatie te willen bevorderen in de internationale context. Dus Nederland gebruikt het wel als diplomatieke uh, uh, propaganda. Ja. ja, dat is heel lastig inderdaad. Ik weet niet wa waar, waar dat precies in zit. Ik kan wel alleen een beetje over filosoferen. Hmm. Um, vaak wordt gezegd ja, maar het gaat om zo'n kleine groep. He, zeker als het op de rechten van interseksuele personen aankomt. Vaak denk ik, soms is het gewoon goed als een overheid zegt, wij gaan dit gewoon doen. He, een meerderheid van het kabinet is voor, laat het gewoon doorvoeren. Je ja, gewoon leiderschap tonen. constante peilingen van het volk. Neem uh, uh, genderneutrale toiletten bijvoorbeeld. Hmm. Op het moment dat een organisatie aankondigt dat ze gaan doen, is er heel veel stampij over. Als het gewoon doen, krijgt Rika aan. Ja, precies. Ja of met de NS destijds, hè, met het, uh, beste reizigers, ja. het Beste Reizigers, door dat aan te kondigen, hadden ze denk ik ook niet voorzien dat het zo zou lopen, kwam er heel veel weerstand. Het ja, zou niemand het had gemerkt als je het gewoon zo had gedaan. Nee. En dan heb je al die weerstand en dan moet je daar ook nog mee dealen als persoon, dat je die hele, dat je soort slachtoffer bent van een enorm verscherpt maatschappelijk debat. Ja, of een vraag. Ja, ja, precies dat. Um, ben jij zelf getrouwd? Nee. Zou je het willen? Ik neig wel steeds meer daarnaar. Ik denk dat ik altijd een beetje weerstand had tegen het huwelijk door de huwelijken die ik heb gezien. Dat waren er maar een paar en die waren vrij somber mm -hmm. en, en in hun eenvoud. En uh, ik zie nu wat meer vrienden trouwen en zie ook hoe je er wat meer zelf invulling aan kunt geven. Ja, Creatieve vormen ook voor kan verzinnen. Ja, hoe je het zelf in kunt vullen. Mijn vriend wil wel heel graag trouwen. Oké, okay, dus hij <laughs> wacht. Al, precies, denk ik twee, drie jaar te wachten tot ik hem vraag inderdaad. Want dat is de afspraak dat je hem gaat vragen. Ik denk dat ik vrij uitgesproken ben geweest in het begin, in dat ik uh, er niet zo per se heel veel voor voelde, mm -hmm. en dat hij daardoor denkt: nou, dan uh, ga ik geen blauwtje lopen door het jou zomer te vragen wanneer je er nog niet aan toe bent. Ik maar ga... wordt het soms gewoon genoemd, of is het zo heel erg in stilte? Ja, heel veel vrienden van mij trouwen nu letterlijk dit jaar, of dat wordt allemaal bijna natuurlijk doorgeschoven naar volgend, volgend jaar. Uh, dus ja, het is nu wel wat vaker een onderwerp van gesprek. Als je uh, gaat trouwen, wat is dan iets wat je denkt: nou? Nu ik meer zicht heb op hoe creatief je zo'n viering kan doen, dat is in ieder geval iets wat ik wil. Uh, ik wil dat het een kleine groep mensen is die daar aanwezig is. Mm. He, niet dus dat we voor de voor de bühne zeg maar allemaal mensen gaan uitnodigen. Uh, het moet niet in een kerk plaatsvinden voor mm. mij, maar op een locatie waar ik me helemaal uh, fijn voel. Dat kan ook in het buitenland zijn bijvoorbeeld. Ja, misschien dat het wel. Uh, ja, na de coronacrisis. Uh, ja, precies. Ja. Alright, um, wat is iets wat je absoluut niet zou willen? Behalve de kerk, want die heb je al genoemd. Oh. Ik hou van Anita Meijer, maar ik hoef geen optreden van Anita Meijer. <laughs> dus het was, ik, ik hoef geen grote uh, toeters en bellen te verwachten. Nee. Ik, ik wil me relaxed voelen op die dag. En ik heb soms het idee met bruiloften dat uh, die zo aan je voorbij trekken als, uh, als huwelijkspaar. Dat het zoveel stress is. Yeah. Dat je pas daarna terugkijkt en denkt: oh, ik geloof dat de andere mensen meer naar hun zin hebben gehad dan ik zelf. <laughs> en dat wil ik wel voorkomen. Ja, dus je gewoon, <laughs> gewoon intiem en klein. Dat je zelf heel bewust ervaart wat, wat er eigenlijk gebeurt: ja. Ja. Uh, de trouwbelofte. Veel mensen uh, hebben daar natuurlijk moeite mee, omdat je eigenlijk zegt, nou, tot, tot, tot dood, de dood ontscheidt. Uh, vind jij dat een enge gedachte of denk je, nee, dat vind ik juist mooi, die, dat echte commitment voor lifetime, ride or die. Ik vind dat mooi, want de, dat is de intentie die je denk ik moet hebben op het moment dat je trouwt. Mm. Uh, maar je moet je niet verplicht voelen om je eraan te houden als uh, de liefde verdwijnt op een gegeven moment. Mm. Denk ik. Maar op het moment van trouwen wel. Ik denk dan is het mooi om die intentie te hebben dat het voor eeuwig is. Ja, en dat ook gewoon uit te sturen naar ja, universum en alles. In, in Nederland zie je dat er steeds meer mensen in de queergemeenschap, zeker van onze generatie, het huwelijk als iets vanzelfsprekends zien. wat ze misschien niet eens per se hoeven. of zelfs anti-huwelijk sentimenten hebben, omdat ze het als een heteronormatief uh, gegeven zien, een achterhaald concept. Tegelijk, als ik bijvoorbeeld aan mijn vrienden in Egypte denk. Uh, mijn koeivrien in Gitten dan. Die, die willen dolgraag trouwen. En, en zitten echt op de gekste dingen te broeden om maar te kunnen trouwen. Al is het tijdens een vakantie in Nederland bij wijze van spreken, wat al heel ingewikkeld is om als Gipfel naar hier terecht te komen voor een vakantie. Zelfs al is het niet eens erkend bij terugkeren en kan een familie dat niet weten. Maar gewoon voor hun eigen gevoel. Voel jij wel, of je nou ooit gaat trouwen of niet. Dat privilege dat jij kan trouwen, terwijl voor zoveel mensen het echt een, een toekomstdroom is, zo niet. Iets wat ze waarschijnlijk nooit in hun leven zullen meemaken? Dat voel ik enorm, dat privilege. En ik, het speelt ook wel mee in de overweging van of ik wil trouwen. Mm. Omdat ik denk dat, buiten dat het een, uh, een, een, een mooi symbolisch iets is, hè, dat we elkaar de eeuwige liefde het trouw verklaren, dat het ook iets activistisch herbergt door het wel te doen. Dat het iets vertegenwoordigt. Ja. En dat iets, dat, dat iets, iets is waar zoveel mensen niet eens zich een voorstelling bij kunnen maken. Het echt ja. zelf te ervaren. Ja, ja. nee, dus dat, dat denk ik zeker. En, en, en misschien heeft dat ook te maken, je noemt Egypte zelf. Ja, als een voorbeeld. Als een voorbeeld inderdaad, maar wel een voorbeeld geloof ik met een sterkere... Wij-cultuur, denk mm. ik, dan mm. Nederland. Ja, absoluut. Ja, dus hier ja. wordt überhaupt geredeneerd: van oh, ik heb er geen interesse in, voor mij is het niet belangrijk, laat maar. En iets minder rekening gehouden met: vinden mijn ouders dat belangrijk dat ik trouw, bijvoorbeeld? En ja. voldoe ik daarmee meer aan het beeld dat mijn ouders graag van mij zouden hebben? M, dit vul ik nu in, maar volgens mij speelt dat wel mee ook. Nou ja, in ieder geval word je natuurlijk de opgevoed van het kind af aan met trouwen, 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 trouwen ja. is het optimum, hoewel die ouders vaak niet blij mee zullen zijn als het dan een, 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 een opgesteld uh, huwelijk van een gelijkgestelde uh, koppel betreft. Dat, dat, maar het terwijl idee, hier word jij misschien wel opgevoed door vier ouders inmiddels. Ja, precies. Dat is dus een hele, hele andere werkelijkheid al. Ja. ja. Um, als je, je bent nu, hoe lang heb je nu een relatie? Zeven jaar. Als je zou trouwen, wat denk je dat er zal veranderen? Zou het iets toevoegen? Slotvraag. Hmm. Een hele goede vraag. Ik heb nog niet zo ver gedacht, denk ik. Hmm. Eerlijk, nu je me dit vraagt. Hmm. Um, ja. Ik, ik, ik denk het. Ik denk het wel. Ik denk dat de intentie en uh, uh, het, het vertrouwen nog groter denk je? is en Um, dat het nog meer rust met zich meebrengt ergens misschien. Zo van dit is verzekerd. Ja, of meer gewoon van, och, uh, uh, ik denk dat en dan spreek ik even voor mezelf. Mm. Ik ook een zekere gejaagdheid heb ervaren in het zoeken naar uh, een leuke vriend of hè, uh, uh, het gevoel van uh, mm, is er nog iets leukers als ik nog even doorzoek. Hè? Dat nee, is heel lang, uh, uh, zeg maar begin twintig jaren zo geweest. Uh, en nu heb ik dat ook wel leren begrijpen als uh, een uitwerking van dat ik toch later, hè, ik was denk ik uh, eind 17 toen ik uit de kast, kwam, pas later die kant van mezelf ben gaan verkennen. Mm. Uh, waardoor, je waardoor je een soort inhaalslag maakt. Waardoor je een soort inhaalslag ja. maakt ook, inderdaad. En waardoor het misschien nooit goed genoeg is. En er zit ook een stukje zelfacceptatie in die mix, inderdaad. En nu ben ik op een ander punt. En denk ik dat dat dan nog een stap zou kunnen zijn. Ja. It's a rap, thank you. Dankjewel Svet. Cool.